Carlien Derks van de Heuvel, van harte gefeliciteerd. Jullie hebben net de Hockey World League 2017 gewonnen. Hoe is dat? Ja, top. Ja, nee, echt. Ik ben super trots op het team. En ik denk dat we heel overtuigend hebben gewonnen. Al onze wedstrijden overtuigend hebben gespeeld. Natuurlijk de ene wel beter dan de ander. Maar met 0 tegengoals en veel goals voor. Ja, dat is gewoon, ik denk, supergoed. Ja, echt indrukwekkend. 18 goals voor. Zoveel zijn er. Vandaag eigenlijk ook weer een degelijke overwinning. 3-0. Maar ik denk dat jullie de eerste 20 minuten van deze wedstrijd voor het eerst dit toernooi echt wel even onder druk hebben gestaan. Ja, klopt. Nieuw-Zeeland startte heel goed. Ik denk dat ze ook veel vertrouwen hadden gekregen uit die wedstrijd hiervoor. Dus ze zetten hoge druk en ze namen ook veel vrije slagen snel. Veel snelheid naar voren en daar gingen wij een beetje in mee. Terwijl we eigenlijk hadden afgesproken om juist ons ritme op te pakken en vanuit controle te hockeyen. Dus we gingen daar een beetje in mee en het werd ook wat vermoeilijkt omdat ik een stomme gele kaart pakte. Dus dat was onhandig van mezelf. Ja, daar wilde ik heel even naar vragen. Het lijkt de tegenstanders te denken, we moeten Oranje ontregelen, want anders gaan we niet van ze winnen. Nou, dat lukt in de vierde minuut aardig, want jij werd naar de kant gestuurd met geel. Kan je even vertellen wat er gebeurde? Nou, het was gewoon niet heel handig van mezelf, maar het was gewoon een actie en ik bakte de bal redelijk clean af en zij slaat in haar actie na. Toen dacht ik al van, oh, dit is irritant, dit. En vervolgens stapte ze ook nog naar mij toe. En toen reageerde ik daarop met een duw. Dus dat was stom. Ja, heel stom, want je benadert gewoon je team. Dus totaal onhandig. Maar alle credits van haar team. Want uiteindelijk, ik heb van de kant staan schreeuwen. Van, kom op jongens, blijf gaan. Maar we lieten ons niet, de rest liet zich in ieder geval niet gek maken. Dus ik alleen eventjes. Maar het team deed dat uiteindelijk goed. Ja, nou en toen in het tweede kwart eigenlijk halverwege herstelden jullie je volledig met 2 goals heel snel achter elkaar. En zagen we weer het oranje wat we de rest van dit toernooi hebben gezien. Snel combinerend. En in de derde en vierde kwart hebben jullie het eigenlijk rustig uitgespeeld, denk ik. Wil jij daar nog iets aan toevoegen? Nee, dat klopt wel. Ik denk het eerste kwart was heel even opstarten en het tweede kwart pakken volledig de controle terug. En toen vonden we ook echt dat we goed speelden en structuur stonden, de bal lieten gaan. En dan zie je eigenlijk dat ze alleen maar achteraan ons aan konden lopen. En ik denk in de tweede helft, zeker het derde kwart, zaten we er ook bovenop. Iedere afvallende bal was voor ons. Het vierde kwart, ja, dan proberen zij nog een beetje. Hè, zij doen alles of niets eigenlijk. Zetten meer druk. Een spits naar voren hadden ze. Extra spits erbij. Maar we laten ons niet heel gek maken. Ook met die corners verdedigend stond het eigenlijk ook goed. Ja, als je 3-0 voorzet in de tweede helft, dan weet je op een gegeven moment wel dat je gaat winnen. Speelt dan nog mee dat je die clean sheet zo graag wil vasthouden? Jullie zijn inmiddels 615 minuten op grote toernooien zonder tegentreffer. Nou, dat is echt ongelooflijk goed. Dan komt Nieuw-Zeeland nog een paar keer dichtbij. Verliezen ga je niet meer, maar speelt dat nog mee dat je dan echt dat wil vasthouden? Ja, toch wel een beetje. Maar het wel bij mezelf hoor. Want ook bij die corner verdedigen stond 2 keer ben ik daarbij. En dan zei ik, jongens, deze gaat er niet in. En net bij de tweede paal, Marley keek mij ook aan van, oeh, dat was bijna. Maar nee, net niet. En op het laatste kregen we nog een, die scheidsrechter die had volgens mij ook zoiets van, ik wil die clean sheet van die Nederlanders afpakken. Want ik kreeg nog een corner, maar die vroegen we goed aan. Waardoor het geen corner was. Nee, ik moet zeggen, dat speelt toch wel mee. Ja, het staat wel stoer, vind ik. Nou, jullie sluiten 2017 echt op prachtige wijze af. 4 toernooien gewonnen. Indrukwekkende cijfers. En voor jou persoonlijk ook nog wel wat leuks. Jij bent inmiddels de meest gekapte actieve speelster in Oranje. Actieve speelster. Ja, dat is leuk. Ja, ik bedoel, volgens mij had ik achter even aangezeten als ik hier gewoon had gespeeld. Dus we zitten dicht bij elkaar in de buurt. Maar volgens mij iets van 185 zit ik er. Dat is een hoop, ja. Ja. Ga je nog wat leuks doen vanavond? Ik mag het hopen, ja. Ik mag het hopen. Ja, volgens mij is het nu vakantie en het is een lang seizoen geweest. Het is een vol seizoen geweest met een World League eerst in Brussel, daarna EK, competitie erdoorheen. Dus we hebben weinig vakantie gehad, dus we gaan vanavond wel het even goed vieren. Ja. Nou, het is jullie van harte gegund. Gefeliciteerd.